allerliefste schatjes, het is weer weekend en James en ik, wij zijn iets super, super leuk aan het doen. Wij zijn bootjes aan het vouwen van papier. Ja, maar ik voel het, hè. Mijn boot is echt super formidabel, echt waar. Ja, ik dacht dat het veel moeilijker ging zijn. Maar eigenlijk gewoon, als je alles stap voor stap volgt op studio100tv.com, ja, dan is het eigenlijk eenvoudig. Ja, makkelijk, hè. Kijk eens, mijn bootje is al klaar. Hup. Voilà, fantastisch. Mooi, hè? Ja, fantastisch. Schip ahoy, de boot van kapitein Marie gaat varen. Oh, James. Ja? James, ik zou zo graag eens echt op een boot wonen. Denk je? Ja, ik denk het wel. Marie, vergeet niet, hè. Veel mensen worden daar misselijk van, hè. Of zeeziek of zo, hè. Ja, echt niet iedereen, hè. Want bijvoorbeeld hondjes die kunnen ook op een boot wonen, hè. Kijk maar naar Robbe en zijn hond Cosmo. Die wonen toch ook op zo'n supergrote, coole boot? Dat is helemaal waar. Zou die boot dan ook keiver en snel kunnen varen, denk je? Nou, dat weet ik eigenlijk niet. Maar wat ik wel weet, is dat de boot van kapitein Marie, mijn boot dus, dat in ieder geval wel kan. Kijk maar, hè. Wauw, goed, Marie. Snel, hè. Voilà. Hoeveel bootjes zouden we erin krijgen? Nee, nog eentje. Die had je al gemaakt. Oké, weet je wat? Wij gaan er snel nog een paar maken. Oké, bye. Dobber, dobber, dobber.